Dit is het verkeersjournaal van zondag 22 maart. We beginnen vandaag met werkzaamheden in Schavenzande. Er wordt er gewerkt op de Rijnvaartweg. De weg wordt daar geasfalteerd en daardoor is de hele weg volledig afgesloten. U kunt daarom omrijden via de Koningin Julianaweg, dan de N211, de Zwartendijk en de Grote Achterweg... Of via de Koningin-Julianaweg, dan hier de Naaldwijkseweg, de Opstalweg, de Geestweg en de Hoge Geestweg. Nou, de werkzaamheden op de Rijnvaartweg zijn eind van de week afgerond. In Den Haag wordt vanaf morgen gewerkt aan de tramsporen. Er is verkeersoverlast op de Kneuterdijk en in de Parkstraat. Nou, Verkeer richting de Mauritskade kan omrijden hier via de Hulstraat, dan de Paleisstraat en de Oranjestraat. Op deze route worden verkeersregelaars ingezet. En dan zijn er nog meer werkzaamheden in Den Haag. Vanaf morgen worden op de kruising van de Mauritskade met de Alexanderstraat de verkeerslichten vervangen. En tussen 7 uur ochtends en 7 uur avonds is er één rijstrook beschikbaar. En zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. De werkzaamheden aan de verkeerslichten zijn eind volgende week afgerond. Dit was het verkeersjournaal voor vandaag. Wilt u nou meer informatie over de werkzaamheden of meedoen aan het spelletje Raad de Straat? Kijkt u dan op onze website. En morgen ben ik er gewoon weer met een nieuwe uitzending. Tot dan. Dag.